De economische groei van Suriname van 2,3% is nog niet goed genoeg om de miljarden buitenlandse schulden te kunnen betalen. Dat is de conclusie van Jimmy Boussaid, econoom en ex-voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname en de Surinaamse Bankiersvereniging. Hij baseert zijn conclusie op de cijfers van het IMF-rapport van 2019. Boussaid was gisteren te gast bij de eerste bijeenkomst van dit jaar van de Kenniskring. Samen met VHP-parlementariër Krishna Mathura gaf hij een terugblik op 2019 en aanbevelingen voor 2020. Ik vind dat de groei een stuk hoger moet. Het is veel te laag. Aflossingsverplichtingen. Je weet dat we een hele hoge schuldquote hebben. Daar brengt aflossingsverplichtingen met zich mee. Daarvoor is er een stevige economische groei nodig om meer te kunnen verdienen, vooral de visen, omdat het grootste deel van de schuld in valuta is, om die te kunnen aflossen. Die groei was onevenwichtig. We zien een groei in de mijnbouwsector. De groei vorig jaar was niet zozeer een volumegroei, maar meer een prijsgroei. Vooral de prijs van goud was een stuk hoger dan het jaar daarvoor. Maar het Surinaamse MKB verkeerde nog in een malaise. Opvallend is dat bijvoorbeeld de kredietverlening van het bankwezen met bijna 5% druk liep, duidt erop dat er dus heel weinig wordt geïnvesteerd. Zodanig zelfs dat de kredietvraag bij het bankwezen afneemt. Tijdens haar inleiding sprak Mathura over het algemeen over de veiligheid in Suriname. Volgens statistieken heeft de politie in 2019 te maken gekregen met ruim 60 aangiftes per dag. In elk geval, ik ga even lezen, waarmee we dealen 60 aangiftes op dagbasis, 21 inbraken, diefstallen per dag, 4 overvallen en berovingen op dagbasis. 23 levensberovingen per jaar gewoon gehad. In 2019 is dat 29 geworden. 76 verkeerd doden waren dat in 2018. Dit jaar, dus afgelopen jaar, is het 80. Rond de 25 aanrijdingen op dagbasis. 9000 ongeveer per jaar. Toename van slachtoffers met letsels bij EHBO. In 2018 hadden we 3349 slachtoffers. 2019, zien we een toename 3555 slachtoffers bij EHBO. De rest heb ik huiselijk geweld, vertrachting heb ik geen informatie over branden en geen informatie over dossiers en aanhoudingen. Tot zover VHP-parlementariër Krishna Mathura tijdens de eerste bijeenkomst van de Kenniskring voor 2020. Zij en Jim Boussaid hebben een terugblik geworpen op het jaar 2019.